de drie ingrediënten voor een perfecte pirouette vanuit de natuurkunde. Dat is balans, een goede afzet en controle over je draaisnelheid. Een perfecte pirouette dus. Een perfecte draai op het puntje van je tenen. De beste dansers trainen jarenlang om deze moeilijke beweging onder de knie te krijgen. Alleen dan kun je 32 draaien achter elkaar maken. Ongelooflijk. Wij van de Universiteit van Nederland proberen de pirouette te leren in 1 dag tijd. Bestaat er een shortcut? Kun je met natuurkunde een perfecte pirouette draaien? Onze uitdaging begint met een werktuigbouwkundige in een balletstudio. Mienke Berghuis van de Universiteit Twente legt ons stap voor stap uit hoe een pirouette in elkaar steekt, volgens de natuurwetten. Ja, en onze redacteuren Anne en Anouk om die theorie in praktijk te brengen, want hun draaien lijken nog in de verste verte niet op een pirouette. Vooralsnog verliezen ze het van de zwaartekracht. Het eerste ingrediënt voor een perfecte pirouette is balans. Balans heeft alles te maken met je zwaartepunt en de zwaartekracht. Zwaartekracht is hier op aarde de kracht die alles naar beneden trekt. Maar wat is nou precies je zwaartepunt? Dat ga ik uitleggen met behulp van een ouderwetse weegschaal en een reep chocolade. Die chocolade kregen wij nooit bij natuurkundeles, helaas. Aan het plafond hangt een ouderwetse weegschaal. Aan een ijzeren ketting hangt een metalen balk. Met aan beide kanten een glazen schaaltje. Mienke deelt de chocolade netjes, evenveel voor haar als voor ons. En als we dat dan op die weegschaal neerleggen, dan staat die weegschaal heel erg mooi horizontaal. Dus hij is in balans, dat is helemaal eerlijk. Maar als we dat nou niet eerlijk doen, dus bijvoorbeeld ik geef jou veel meer chocolade dan aan mezelf, dan staat die weegschaal helemaal scheef. En er zijn een paar dingen die we dan kunnen doen om die weegschaal weer horizontaal te krijgen. Dat is of ik krijg meer chocolade, of ik doe een trucje. Ik ga als het ware mijn stukje chocola dubbel of driedubbel meetellen. Die chocolade kunnen we natuurlijk niet magisch vermenigvuldigen. Maar we kunnen wel de weegschaal aanpassen, zodat die toch in balans komt. Dat doet Mienke door het schaaltje met de minste chocolade te verplaatsen op de metalen balk, verder weg van het midden. De zware kant hangt dus dichtbij en de lichte kant ver weg. En dan hangt de weegschaal weer in evenwicht. Denk maar aan een wipwap. Als jij met je kleine neefje wil gaan wipwappen, dan moet je neefje net iets verder weg van het draaipunt gaan zitten om toch eerlijk te kunnen wipwappen. Oké, met een slimme verdeling kunnen we de weegschaal weer in balans krijgen. Maar hoe zit het dan met dat zwaartepunt waar Mienke het eerder over had? Het zwaartepunt van alle chocolade op de weegschaal, dat is dat punt waar we het draaipunt van de weegschaal moeten leggen, zodat die weegschaal horizontaal in balans staat. En het draaipunt, dat is het midden van die balk, van waaruit de weegschaal aan het plafond hangt. Dat noemen we het zwaartepunt. Dat is de plek waarop alles in balans blijft. Bij symmetrische voorwerpen met overal hetzelfde materiaal ligt het zwaartepunt heel makkelijk in het midden. Dus bijvoorbeeld bij een bal ligt het zwaartepunt precies in het midden van de bal. Je lichaam is ook een verzameling van massa. Wacht even, hier moeten we even iets uitleggen. Massa is wat wij in het dagelijks leven gewicht noemen. Iets weegt niet 10 kilo, maar heeft een massa van 10 kilo. Dus je hebt massa in je armen, in je hoofd, in je romp en ga zo maar door. En jouw zwaartepunt is het punt waaromheen al die massa's in evenwicht zijn. Dat punt kunnen we redelijk precies aangeven. Stel je nou voor, je staat recht overeind, voeten bij elkaar, armen langs je lichaam. Nu ligt je zwaartepunt achter en onder je navel. En dat zwaartepunt dat kun je dus niet precies ondersteunen, want het zit binnen in je lijf. Maar je staat wel op je voeten, dus je voeten steunen wel op de vloer. Zolang jij je zwaartepunt nu loodrecht boven en tussen je voeten houdt, ben je in balans. Maar als je je houding verandert, dus bijvoorbeeld je begint naar voren te leunen, dan verplaats je een deel van je massa en daardoor verplaats je ook je zwaartepunt. Op het moment dat je te ver naar voren beweegt en je zwaartepunt voor je voeten komt te liggen, dan val je om. Terug naar de pirouette. Voor die pirouette betekent het dus, als jij je zwaartepunt heel mooi boven je voet kunt houden, dan blijf je ook mooi in balans. In de balletstudio staat danseres Amaries. Zij danst al vanaf haar 3e en traint 40 uur per week. Wat is haar geheim voor een goede balans? Je heupen recht houden. Je kan niet met je heup omhoog gaan, want dan ga je natuurlijk van je balans af. Want er is gewoon 1 zwaartepunt in de vloer waar je rechtop moet gaan staan. En eigenlijk constante aanspanning. Je kan nooit loslaten, want dan val je van je balans af. En als je eenmaal dat op platte voet hebt, dan kan je op de bal van je voet, zoals wij elevé noemen. Amarie staat perfect in balans, maar dan moet ze nog gaan draaien. En dat doe je door je af te zetten.
Hoe harder jij je afzet, hoe hoger je versnelling. Maar ook, hoe meer massa je hebt, hoe harder je moet afzetten voor diezelfde versnelling. Denk maar aan een boodschappenkarretje. Als jij een boodschappenkarretje hebt wat helemaal leeg is, dan is het best wel makkelijk om dat karretje aan het bewegen te krijgen. Maar als jij heel veel boodschappen hebt gedaan en je karretje is heel erg vol en zwaar, dan moet je best wel veel moeite doen om dat karretje in beweging te krijgen. De afzet. Je duwt met één voet jezelf in beweging. Net alsof je op een draaikruk zit en je met één voet afzet om te gaan draaien. De versnelling in onze draai kunnen we verklaren met de tweede wet van Newton. Je weet wel, die man van de zwaartekracht en de appel. De tweede wet van Newton die zegt eigenlijk, als je harder afzet, dan heb je een hogere versnelling. Krijgt danseres Amaryse eigenlijk ook natuurkunde in haar balletlessen? Dat is dus het grappige. Nee, eigenlijk helemaal niet. Er is nooit echt met formules gewerkt en al die dingen. Maar ik denk onbewust dat we het toch wel over hetzelfde hebben, maar dat wij het gewoon heel anders benoemen en heel anders benaderen. Zo ook de afzet, waarbij je moet denken aan je houding, je balans, je armen en ga zo maar door. Heel veel verschillende dingen moet je aan denken. Afzet is een van de belangrijkste dingen bij de pirouette eigenlijk. Als je afzet fout is, dan kan je pirouette op een gegeven moment niet meer redden. Ja, dus als je afzet goed is, dan gaat de pirouette vanzelf ook goed. Afzet, maar dus ook die armen bijvoorbeeld. Hoe zit dat dan? Herinner je dat trucje op de weegschaal nog, dat je met een grotere afstand die massa's dubbel of zelfs driedubbel kon laten meetellen? Nou, dat trucje kunnen we ook doen bij een pirouette. Je kunt namelijk bijvoorbeeld je armen intrekken of juist uitstrekken. En daarbij verander je de weerstand tegen het draaien. Dat noemen we het massatraagheidsmoment. Als je je armen dicht bij je houdt, dicht bij je draaias, heb je een klein massatraagheidsmoment. En als je je armen uitstrekt, heb je een groter massatraagheidsmoment. Het massatraagheidsmoment. Dat is de weerstand die je voelt als je gaat draaien. Dat kun je zelf ook voelen. Bijvoorbeeld als je op een draaikruk gaat zitten, terwijl je in elke hand een even zwaar gewicht vasthoudt. Een sportgewicht of, als je dat niet hebt, in elke hand een pak suiker bijvoorbeeld. Je houdt de gewichten dicht bij je lijf, zet af en begint te draaien. Als je vervolgens je armen strekt en die gewichten verder van je lijf afhoudt, dan rem je af en ga je langzamer draaien. Beweeg je je armen weer naar binnen, dan ga je weer sneller draaien. Wat je hier ziet gebeuren wordt beschreven met de wet van behoud van impulsmoment. Klinkt misschien een beetje ingewikkeld, maar zie het zo. Als je de weerstand tegen het draaien vergroot, dan ga je langzamer draaien. Dus bijvoorbeeld als je je armen uitstrekt, ga je langzamer draaien. Maar als je de weerstand tegen het draaien verlaagt, dus je trekt je armen in, dan ga je sneller draaien. De combinatie van die twee, dus de weerstand en je draaisnelheid, die moet gelijk blijven. En dat kun je dus heel goed gebruiken om je draaisnelheid goed onder controle te houden. Dat is precies wat Amaryse doet in haar pirouette. Ze gebruikt haar armen om de draai te kunnen maken. Dus voor de perfecte pirouette hebben we nodig balans, een goede afzet en je armen voor controle over de draaisnelheid. Maar zijn we er dan? Ja, we blijven jammer genoeg niet voor altijd draaien, omdat we ook nog te maken hebben met dingen zoals wrijving. Dus dat is eigenlijk de wrijving tussen het puntje van je schoen en de vloer. Wrijf maar eens met je handen tegen elkaar. Die worden dan een beetje warm. En die warmte is energie. Die energie raak je kwijt uit je draaibeweging. En om zo min mogelijk energie te verliezen, dansen ballerina's op de punt van hun tenen. Op die typische balletschoenen. Spitsen. Spitsen heeft een veel kleiner oppervlak eigenlijk. En dit is ook een heel glad, nou niet heel glad, maar een wat gladder oppervlak. Waardoor je eigenlijk sneller kan draaien en eigenlijk het rondgaan makkelijker is. Het snel draaien, daar moet je wel spitsen voor hebben. De allerbeste ballerina's ter wereld kunnen op spitsen wel 32 draaien maken zonder te stoppen. Dat heet een fouetté. Draai, naar draai, naar draai. Maar hoe kan dat dan? Wat een ballerina ook kan doen, is eigenlijk elke draai zich opnieuw afzetten. Dat zie je bijvoorbeeld bij een serie fouettés. Wat je daar ziet is dat de ballerina haar been en haar armen uitzwaait en daardoor haar draaisnelheid naar beneden brengt, zodat ze net genoeg tijd heeft om van haar voet naar beneden te zakken en zich opnieuw af te zetten. Dan trekt ze haar been en haar armen weer in, waardoor ze weer sneller gaat draaien. Zo kan ze elke draai een heel klein beetje energie toevoegen, zodat ze draai na draai na draai kan maken. Zoveel draaien. Maar onze redacteuren Anne en Anouk hadden al moeite met één pirouette. Kunnen zij nu, na één dag natuurkundeles, die perfecte pirouette draaien? Dames, klaar? Oh, helaas. Ze vallen nog steeds vrijwel meteen om.
Betekent dit dat natuurkunde ons niet kan helpen? Ja, ik denk dat je naast natuurkunde ook nog heel veel oefening nodig hebt en een gezonde dosis talent. Wij oefenen nog even door. Dankjewel Minke voor de uitleg. En hey, heb jij nou geluisterd en wil je zien hoe die perfecte pirouette van Amaries eruit ziet? Je kunt deze aflevering ook kijken op Spotify of YouTube. En succes met draaien!